Margaretha van Parma, keizersdochter tussen macht en imago. Misschien doet deze dame u niet onmiddellijk een belletje rinkelen, maar onze volgende gast die zal u heel uitgebreid vertellen wie deze dame nu precies is. Want, naar aanleiding van deze dame, heeft de stad Oudenaarde een unieke tentoonstelling georganiseerd. Welkom, Stefan Verkamer. Dankjewel. Klopt het wat ik zeg? Het is een unieke tentoonstelling die helemaal draait rond Margaretha van Parma. Dus de keizersdochter tussen macht en imago. Kan u ons daar iets meer over vertellen? Het klopt absoluut dat het een unieke tentoonstelling is. Maar het is niet alleen een unieke tentoonstelling. Het is ook een unieke persoon waarover dat het gaat. Want dus Margaretha van Parma was het eerste kind, en dan nog het eerste buitenechtelijk kind van keizer Karel, met een Oudenaardse moeder. Ja. Dus ja. uh, Margarethe van Parme is de dochter van Julie, uh, Johanna van der Heinst. En zij was de dochter van een tapijtwever in Markendal. Markendal, ja. En dus uh, vandaar waarschijnlijk ook haar grote voorliefde voor de oude van tapijten. Maar dus uh, Keizer Karel heeft haar erkend als dochter. Mm -hmm. En zij is dan verder opgevoed geweest aan het Hof in Brussel en dus in Italië. Dus uh, zij heeft haar, haar ouders nog één keer teruggezien. Maar zij is, uh, ja. Uitgegroeid eigenlijk toch wel tot een, uh, een van de weinige vrouwen in die periode die ook wel een belangrijke politieke rol heeft gespeeld. Ja, ja. Want we spreken natuurlijk over de 16e eeuw. Dat dus ja. is allemaal heel goed dat dat nog eens Margarethe van Parma is geboren was. in 1522, ja. dus uh, 500 jaar geleden ongeveer. Vandaar dat we vonden dat het echt wel tijd was dat er een keer om deze dame. Ja. Iets, dat... Eh, dat is de eerste keer ook dat het gebeurt. Ah, he. okay. dus dat, dat maakt het ook genoeg. Het is de ja. eerste keer dat er rond Margarethe van Parma... een internationale tentoonstelling gehouden wordt. Mm -hmm. Zij eh, heeft daar jeugd doorgebracht in Brussel en, en Italië. Maar dan is zij landvoogdes geworden. Op haar eh, 35e was zij mm -hmm. landvoogdes van de Nederlanden. Dus zij heeft hier eh, dus eigenlijk het onze Vlaanderen bestuurd. Mm -hmm. En eh, tijdens die periode... Ze heeft dat ook wel geleerd, denk ik, tijdens haar opvoeding. Is zij echt een missionaris geworden van alles wat met cultuur en kunst te maken had? pantekeningen, schilderijen, juwelen, wandtapijten, vooral wandtapijten ook, had ze een grote voorliefde voor. Heeft zij opdrachten voorgegeven, zelf verzameld. En dus heel wat van die stukken die zij zelf in eigendom had, of zelf had gekregen, of zelf de opdracht heeft voorgegeven, die worden nu allemaal samengebracht in het mouw en om dus aan de mensen te tonen, de mensen te laten proeven van de ja. cultuur in die eeuw en in de cultuur waarin dat zij heeft geleefd. Ja. Dus we hebben daar bijvoorbeeld topstukken gekregen van overhands Europa. Ja. Onder meer het portret van Margarita van Parma, die ook het ja. portret is dat we gebruiken voor de campagne, komt uit Buckingham Palace. Ja. Dus we hebben daar... Heel speciaal de toelating voor gekregen om dat hier uh, te kunnen tentoonstellen. We hebben ook een glasraam uit Nederland van Houda. De Sint-Januskerk is een uniek glasraam dat we het echt naar hier hebben kunnen uh, brengen. Daarnaast is er ook een prentenboek van het uh, feest van de eeuw, noemt men dat. Dat was toen naar zoon huwde. Is er een groot feest geweest in Brussel en ook in Spanje. Dus daar zijn echt prentenboeken van gemaakt. Dat is uniek, dat is de eerste keer dat dat boek vanuit het Museum van Warschau ja. vertrekt naar een west europese land. Dat is ja, ja. uniek. Dat van hier. Ook uit het Louvre, maar uh, daar, en, en dat brengt mij uiteindelijk tot, tot, tot een ander aspect van de tentoonstelling. Uh, vanuit het Louvre krijgen we ook uh, stukken, maar daar is men heel, heel erg streng wat betreft veiligheid. En het, de, de manier en de omstandigheden waarin dat de zaken tentoongesteld worden. Dus vandaar dat we een heel aantal investeringen en maatregelen hebben moeten treffen rond veiligheid, rond klimatisatie ja. uh, en dergelijke meer. Dus uh, in die zin heeft, is die tentoonstelling ook wel een beetje een aanleiding. Ja. Om uh, ons stadhuis, want dus het museum, het MOU, is gevestigd in het stadhuis. Mm -hmm. En dat is aanleiding geweest dat we toch een aantal belangrijke investeringen hebben gedaan en nog bezig zijn met doen uh, rond klimatisatie. Dus, want dan moet in ideale omstandigheden die temperatuur mag niet schommelen, die vochtigheid mag mm -hmm. niet schommelen enzovoort. Hebben we dus een aantal investeringen gedaan, maar ook rond brandveiligheid, branddetectie uh, en dergelijke hebben we de investeringen. Waardoor dan ons stadhuis eigenlijk wel ook opnieuw een opwaardering krijgt, waardoor we ervoor zorgen dat het voor de toekomst eigenlijk toch nog beter ja. kan behouden blijven en opengesteld worden ja. voor het publiek. Oké, okay. en nu om eigenlijk eens concreet tot die internationale tentoonstelling te komen. Wat kunnen de mensen thuis, als zij dus effectief een ticketje willen boeken, wat kunnen ze daar allemaal voor terugkrijgen? Dus want het is niet alleen een tentoonstelling. Hoe ziet het programma een beetje in elkaar? En wanneer start ook effectief die tentoonstelling? Dus we starten op 21 september. Uh -huh. En eigenlijk ja, wordt Hans de Stad ondergedompeld. In die periode van Margarita van Parma. Dus je hebt niet alleen de tentoonstelling, daar moet men zeker ja. ook naar gaan bezoeken. Je krijgt daar unieke stukken te zien, ja. unieke sfeer ook eh, van waarin Margaretha van Parma leert. Daarnaast is er ook Lieve Blankaert samen met eh, Floris Rijkaert, een ja. die maken een installatie rond moderne Margarita van Parma's, moderne vrouwen. Want ja, ja. Margaretha van Parma was ook wel echt een, een, een krachtige dame. Ja. En dus uh, uh, in de kerk van Pamelen zal men uh, een installatie maken, een video-installatie. Zal uh, Lieve Blankert maken samen met die uh, muzikus. En dus ook dat is gratis te bezoeken. Mm -hmm. Daarnaast er, is er ook nog uh, in die periode een juwelen tentoonstelling van uh, Elisa Lee. Ja. En dat is uh, ja, een, de dochter van Jan Leenknecht, de, de glaskunstenaar. Uh, want, waarbij dat men een beetje probeert uh, in de sfeer te komen van welke juwelen zou Margarethe van Parma in deze ja. periode gedragen hebben, gekozen ja. hebben. Dus ook ja. dat Zalmik. is uniek. Daarnaast komt ook een stripverhaal. Ja. Huh? Uh, iemand van Ronsen, die daar een, uh, een beetje altijd met de nodige humor ook ja. een stripverhaal heeft over geschreven. Uh, en Gevaarsdrift 01, dat is een hallerij hier in Oudenaarde die ja. hedendaagse kunst presenteert. Zullen dus ook daar een tiental kunstenaars ja, de invalshoek van die toch een, een knipoog, een link maken naar Margarethe van Parma ook. Uh, hedendaagse kunstenaars zullen daar ook tentoonstellen. Mm -hmm. Vergeet ook niet dat er daar voor de jeugd is er een jeugdtheater is voorzien. Ik, ja. uh, Hilde Rogge zal daar uh, vooral de lied in nemen. Daarnaast is er in De Hoeker, in ons cultureel programma, is er ook een theaterstuk met uh, Pascal Platel. Mm -hmm. uh, er, zijn ook, er is ook een biertje, Margaretha biertje, ja, ja. dus uh, dat in de lokale horeca zou, zaken zal, uh, kunnen gekocht worden. En bij de voorintekenperiode, die nu nog even loopt voor de catalogus, voor het boek mm -hmm. over Margarita en Van Parma, uh, kan men zo'n gratis fles bier krijgen als men voorintekent op het boek. Dus, uh, ah ja, dus er is ook hoe een... sneller dan je het boek bestelt... Ja. Eh, ja, er is ook dus een boek rondgecreëerd eigenlijk Absoluut. hier allemaal bij Margaretha ja. van Parma. Ik ja. moet daar toch wel zeker Katrien Lichtaart bij vermelden, dat is de curator van ja. de tentoonstelling. Zij heeft dat boek ook geschreven, dus is met heel veel illustraties. Ja, ja, ja. En het verhaal rond Margaretha, haar leven, haar invloed, eh, ja, wat er, zij betekend ja. heeft eh, ook voor de streek. Ja. Dus voor mensen, als zij willen weten wie nu precies eigenlijk die vrouw is, kunnen zij dat dan zeker dat Absoluut. Bekoopen. Zeker een Dus om nog een beter beeld te kunnen krijgen van Margaretha van Parma. Ja. Wel fijn dat jullie als stad Oudenaarde na ongeveer 500 jaar dus die vrouw op deze manier dus eigenlijk eren. Dus uh, met die internationale tentoonstelling. Ik kan je ook nog eens kort zeggen, dus welke locaties dat er dus eigenlijk nu... Je hebt het al een heel klein beetje in een notendop ja, verteld, maar dus nog eens misschien... Eigenlijk is alles op wandelafstand. Ja, hè. Wandel. Je komt uiteraard naar het Mouwen, het stadhuis op de Grote Markt eh, van Daar Oudenaar. kan je starten Daar eigenlijk. Daar kan je starten. Ja. Je gaat dan over het water, over de Schelde. Ja. Namelijk kerk, daar is de installatie van Lieve Blankaert. Ja. En uiteraard heb je dan ook in het Ons Lieve Vrouwenhospitaal. Ja. Dat is eigenlijk op de site van het bischopskwartier. Dat is eigenlijk op 100 meter van het stadhuis. Daar is dan de tentoonstelling van Elisa Lee. En um, Hevaardsdreef is eigenlijk uh, ja, de weg naar het station. Halfweg op ja. het Agambaroplein. Dus alles is op wandelafstand. Ja. En veel zaken... Zijn overal ook te verkrijgen. Ja. En is er ook een wandeling bij de tentoonstelling? Ja, okay. ja. er is ook een historische wandeling, ja. uiteraard. Okay. Eh, waar mensen kunnen op intekenen of eh, gidsen kunnen voor aanvragen. En eh, daarnaast is er ook een speurtocht voor de kinderen, de kinderen voorzien. Ja, dus, eh, de tentoonstelling is trouwens open ook tijdens de kerstvakantie. Zodanig dat men ook eh, tijdens die periode eh, de tentoonstelling en alle side-events kan eh, komen bezoeken. Dus. Ja. Ja. want de, toon, de tentoonstelling die loopt vanaf 21 september tot en met 5 januari absoluut, 2025. Ja, absoluut. Dus, dus als ik het eigenlijk goed hoor, is er wel zowel voor jong als oud heel wat te doen. Hè. Dus een tentoonstelling in het Museum van Oudenaarde, een speurtocht voor de kinderen, um, jeugdtheater. Op, Dan ook, en theater ook gewoon, maar daarnaast ook culinair. Culinair, dus ja, lekker. Je kan eet. een biertje drinken, er zullen zelfs in de lokale restaurants af en toe wel Margarita-menu's zijn. Uh, dus er is echt een aantal drietal maanden, viertal ja. maanden dat men volop in die sfeer in komt, in de sfeer van en uh, in, in alle invalzoeken van ja, het leven. Dat we dus eigenlijk haar. een beetje ondergedompeld worden terug 500 jaar geleden, dus Absoluut. een throwback doen naar hoe zij dus eigenlijk, dat wij dan eigenlijk visueel een beetje kunnen nagaan hoe dat die vrouw geleefd heeft, geleefd heeft sorry, excuseer mij, en wat zij dus eigenlijk allemaal gedaan heeft en waar zij dus voor stond, Het is dus echt een uh, dat is een Zeker aanrader. aanrader ja. Om te komen kijken en ja. te genieten van onze stad. Want mm -hmm. daarnaast, ja, onze stad is een historische stad. Mm -hmm. Met prachtige historische gebouwen, ja. prachtige markt. Dus alleen genieten van de tentoonstelling, ja. ook van onze markt en van alles wat er te beleven is in Oudenaar. Oké, okay. en waar kunnen zij tickets voor krijgen? Dus op de tickets stij... zijn uiteraard ook online te bestellen. Je ja. ja, gaat naar de website van ja, de, de... dienst toerisme of van mm het -hmm. evenement. Ik moet zeggen, de. Er zijn ook groeps rondleidingen mogelijk en ook nocturnes. Die lopen zeer goed. Men kan dus nu al dat bestellen, aanvragen, intekenen. En kan je ook ter plaatse tickets? Kan je ook ter plaatse, uiteraard. In het stadhuis, de balie van dienst toerisme, waar ook de toegang tot het bouw is. Daar kan men ook alle dagen terecht om tickets te bestellen. Maar men kan het ook online, telefonisch doen. En het is alle dagen, kan men dus naar het museum bezoeken... Ook in de herfstvakantie? Ja, Kerstvakantie absoluut. ook? Ja, oké. Okay, want het is tot en met 5 januari, dat is eigenlijk dan ook het einde van de kerstvakantie. Dat ja. is ook wel belangrijk om te weten. Dus Absolute. mensen met kinderen, ja. denk voor de, de kinderen vind ik ook wel altijd heel mooi dat aan die gedacht wordt. Het is echt een uitstapje waard. Maak er een dagje ouder van, zou ik zeggen. Ja, oké. Okay. Kijk, alvast bedankt voor jouw komst om dit programma, dit boeiende programma eigenlijk aan ons voor te stellen. Uh, kijkers thuis, dus ik zou zeker zeggen: ga die tentoonstelling, die unieke tentoonstelling, bezoeken. Vanaf 21 september tot en met 5, 5 januari wordt u dus ondergedompeld in de historische sfeer van Margaretha van Parma. Dus zeker doen.